Burgerschap begint thuis, zei minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag bij de afsluiting van Bestuurskundeweek van de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De bewindsman omschrijft actief burgerschap als de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap, waarbij een persoon gepassioneerd een bijdrage levert. Ory zegt dat burgerschap is verbonden met de school, maar ook het gezin speelt een cruciale rol. En als uitspraak geldt daarom dat scholen manieren zoeken om ouders en de omgeving van de school te betrekken in hun aanpak. De aandacht voor de overheid voor burgerschap richt zich niet alleen op het onderwijs natuurlijk. Ik heb iets aangestipt, beste mensen, dat het gezin is natuurlijk... een fundamentele instituut in ons wereld. Ik zie die problemen ook in het onderwijs, maar veel begint thuis. Hè. Het is breed om het te zeggen, het is grof om het te zeggen. Maar als je de basis thuis niet goed zit, gaat dat natuurlijk een heel grote vervorming ontstaan in de karakter en de gedragingen van onze jongeren. Het is geen beschuldiging aan niemand, maar we moeten beseffen dat de fundamenten in het gezin beginnen bij het kind. De onderwijstopman haalde verder aan dat actief burgerschap kan bijdragen aan integratie, maar meer nog aan natievorming. Echter is hij de mening toegedaan dat er meer gedaan kan worden aan de creatie van natievorming. Er moeten veranderingen komen in het onderwijs, willen we richting natievorming gaan. Al vanaf de kleuterklas zouden kinderen hiervan bewust gemaakt moeten worden. We gaan heel laag in het systeem moeten beginnen om dit te stimuleren. En het vraagt om een hele actieve reactie van ook verschillende ministeries. Dus hierdoor versterk je de sociale binding en dit kan op een heel natuurlijke wijze leiden tot de eigen Surinaamse cultuur en eigen identiteit. Een ongedwongen proces van natievorming. Diversiteit is een andere belangrijke dimensie van burgerschapsvorming in ons land. Het gaat hierbij om een kennismaken met de samenleving en de ontmoeting van mensen van verschillende afkomst. De Bestuurskundeweek begon op maandag 4 maart met als focus alles dat te maken heeft met burgerschap en burgerzin in Suriname. Het doel van deze week is om enerzijds de studierichting te profileren binnen de Surinaamse samenleving en anderzijds om studenten kennis te laten maken met de